Dit zijn kinderen zonder autisme. En dit zijn kinderen met autisme. Ja, ik ben altijd in mijn leven een rode appel geweest. Ik heb op een gewone school gezeten. En man, wat haatte ik die juf. Die kon alleen maar schreeuwen. De juf, even bij de les blijven. Mijn hoofd ontplofte. Mama dacht ook, het is helemaal niet goed voor hem. Dus we gaan niet meer naar die school. Ik denk aan knuffelen, hun denk aan vechten. Dan deze, die vinden het dan heel raar. Zo van, ik mag jou niet, dus die gaan ze dan pesten en zo. Terwijl die appel gewoon heel goed vrienden kan zijn. Maar alleen anders doet dan andere appels. Dat is mijn kroon van mijn wereld. En mijn wereld is mijn kamer. Ik maak zelf uitvindingen! Wee! Wat kan deze robot? Niks. Mijn moeder is bezig om iets te regelen, zodat ik toch naar school kan gaan. Ze zit nu een school te zoeken waar ik met de webchair naartoe kan. Maar de webchair klinkt precies als Skype. Ja, het is een soort van Skype. En dan zien de kinderen en de juf zien jou in de klas en kunnen jou ook aanspreken. Dan zeggen ze... Marlijn, weet jij het antwoord op die vraag? Nee. Alleen mama vindt het natuurlijk belangrijk dat je op een gegeven moment wel erkende diploma's hebt, hè? Wat maakt het uit als je een diploma hebt? Het is gewoon een stukje papier. Ik zou nooit een groene appel willen zijn. Want ja, het is best wel fijn gevoel als je mij bent.